mensen, leuk dat jullie weer kijken. We gaan vandaag beginnen aan stuurarmen van de Landini tractor. En moet ik even spieken? Een 6550. Dus een spoedklusje. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Nou, de armen. Ja, hier zit een lager in. Dat is helemaal kapot gelopen. Dat moet eruit. En hier zit nog een lager in. Dat zit er nog in. Dat moet ik eruit halen nog. Dus we gaan hiermee beginnen. Dan kijken we daarna of we daar nog wat van kunnen maken. Van deze arm. Is niet goedkoop in ieder geval. Nou, ik heb eigenlijk niet veel tijd om te filmen, omdat ik dit eigenlijk moet maken. Maar ik film het toch, dan hebben jullie toch, kunnen jullie toch zien. Misschien dat ik niet alles uitleg, dus neem me dat niet kwalijk. Hier zit een lager in. Kijk, je ziet dat de rand zitten. Hier lopen kogeltjes normaal in. En hier is het helemaal uitgevreten. Ik heb zo'n lager. Ik zal je dat eens laten zien. Dat is hetzelfde lager wat in de freesbank zit. Nou, dit is ongeveer zo'n lager. Wat daarin zit. Dus... En dat kan dan draaien. Het is een druklager. Daar ligt de hele tractor op hier. Die kogeltjes die lopen er eigenlijk in, zeg maar. Nou, dit is een ander lager natuurlijk dan wat hier aan zit. Maar dit is eigenlijk hetzelfde. Dus dat moet ik er nou uithalen. Maar ja, bij die freesbank kon ik dat nou niet eruit halen. Ik heb een toeltje voor. Maar hier hebben we dus geen toeltje voor. Dus ik las hier wat in. En tikken we dat eruit. Nou, even opmeten. 4,5. Stukje van 4,5. Het weer in, lassen we vast, tikken we hem eruit. Zo, dan moeten we meten hoe diep dat die kamer is. Ja, deze rand is nog goed, maar voor die andere is de rand versleten. Dus ik kan die wel eens omdraaien. Kijk, die andere is de hele rand versleten. Dus we moeten dat bij deze als referentie gebruiken en bouwen die na. Nou, dat is op nul. En dan gaan we kijken hoe ver dat die uitgesleten is. Of kijken of dat lager ook wel eruit is. Nou, lager is er volgens mij helemaal uitgesleten. Want dat is min 19e. Dus het is net niet 1 mm uitgesleten. Dus we moeten dat, we kunnen dat gewoon zo laten. Daar zit niks meer in als het goed is. Dus we gaan ook proberen dit uit te kotteren. Maar ja, eens kijken. Dit is nog wel een groot onderdeel van mijn machine. Dus ja, we gaan eens kijken of dat past. Nou, dit is de opstelling geworden. En we gaan het gewoon proberen. Als het niet kan, dan moet het naar een bedrijf toe. Dus, ik heb hem uitgelijnd. Met vulplaatjes. En dan ga ik hier dit vlak maken. En 60 in diameter maken. Nou, we gaan het proberen uit te kotteren. Maar ik moet het, ik kan het niet filmen, omdat waar de camera staat, dan moet ik kijken. Dus jullie zien het als het klaar is. Of jullie zien het als het niet klaar is.
door dit los te draaien, kan ik hem naar die kant op draaien. Naar die kant. Dan draai je er wel wat bij. Zo. Nou, dan gaan we nog een keer doorheen. Nou, klaar. Nou, is mooi geworden. Het is eigenlijk een te groot onderdeel voor deze lichte machine. Maar ja, je ziet wel weer. Als je maar geduld hebt, dan lukt dat ook op deze machine. Nou, kan die eraf.
nou, we hebben het kamertje uitgedraaid. Ik heb er even een beetje half off camera gedaan. En nu gaan we de bekken omdraaien. Kijk. Dan past eigenlijk het lager in. Dan gaan we hem omdraaien en dan gaan we de buitenkant en deze kant aflakken. Zo, klaar. Kan die weer erin. Ik ga die erin persen met Loctite erbij. Dat die er nooit meer uit kan. Ja, het was een hele korte video met weinig uitleg. Maar het komt, het was een spoedklusje. Ik heb het gewoon opgenomen. Dus voor mensen die denken van ja, hij heeft niks verteld en dit is niet zo leuk als anders. Ja, misschien voor sommige mensen wel, voor sommige mensen niet. Maar het is nog steeds van een Landini 6550, meen ik, dat het type was. En anders zet ik hier wat het type wel was. Daar is dat van. Dat is een draagarm waar de voorwielen aan zitten. Voor de mensen die wat later ingeschakeld zijn. Ja, daar heb ik een sleeve voor gemaakt. Oppervlakte is hier niet zo mooi. Maar ja, kijk, ik heb een bus. Hè. Oppervlakte wel mooi van. Dus, en die vangt dat wel op. Want ik kan namelijk niet met een kotterkop van binnen naar buiten. Als ik de vriesbank klaar heb, heb ik wel een kotterkop die dat kan. Maar deze kotterkop kon dat niet. Dus die kan niet een diameter groter worden onder het draaien. Dus, nou ja, in ieder geval. Het klusje is klaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet ook niet een duimpje dan omhoog te doen onder de video. En vergeet ook niet, als je meer van dit soort dingen wil zien, te abonneren. Het is gratis. Het abonneren is gratis. Vergeet het niet te doen. En dan vergeet ook niet het belletje aan te klikken. Dat als ik een nieuwe upload heb, dan krijg je of een geluidje of er gaat een blauw bolletje bij staan. Dat je weet dat ik een nieuwe upload heb. Maar het is meestal iedere vrijdag. Dus, dan zeg ik weer, zoals ik altijd zeg, tot de volgende. Dag, dag.